We zijn in opdracht van de gemeente Almelo namens het bedrijf Urban Delta's drijvende eilanden aan het bouwen. We hebben hier 2 jaar geleden een eerste pilot gedaan. En die pilot heeft, die heeft zijn vruchten afgeworpen. Want die heeft ervoor gezorgd dat we nu gaan opschalen. En met opschalen bedoel ik dat we nu 450 vierkante meter drijvend groen door de hele binnenstad van Almelo plaatsen. Ai, en wat levert dat op? Wat het oplevert is allereerst een verbetering van de waterkwaliteit. Want we creëren habitat voor vis en macrofauna. En in een grote stenige haven zoals dit met veel water is dat nodig. Want eigenlijk het eerste wat we missen in dit gebied is natuur. He, er staan diverse plantenbakken op de kade en er staan ook bomen op de kade. Maar de natuur in het water is in het eerste ontwerp een soort ondergeschoven kindje gebleven. Maar ja goed, als je een gezonde waterkwaliteit wil hebben, is het ook heel belangrijk dat je vegetatie in het water hebt groeien. En de vissen, komen die dan ook makkelijker? Ja, de vissen komen absoluut makkelijker. Kijk, het grappige is, vis zit overal. Maar er zit maar sumier vis, dat is heel weinig. Je moet je eigenlijk voorstellen dat water ziet er van onderuit als een soort woestijn. Nou, in een woestijn daar leven geen beestjes. En op het moment dat je daar heel veel planten plaatst, dan bouw je als het ware een hotel voor vis en macrofauna. Dus je creëert een habitat, een plek waar die beestjes goed kunnen leven, onder die modules. Mm. En daarnaast heeft het natuurlijk een tweede voordeel, is dat het een enorme verbetering geeft aan de ruimtelijke ordening. He, want de beestjes boven water, zoals wij, die willen ook wat. Vogeltjes bijvoorbeeld, hè? Vogeltjes, maar ik heb het ook over de beestjes als in de bewoners van de stad Almelo. Want het is natuurlijk ook heel fijn als je door het winkelhart heen loopt, ja, dat je een mooie groene leefomgeving hebt en dat het er gewoon fraai uitziet. Nou. En daar hebben wij ons beplantingsplan op aangepast. Daarachter ligt een van de eilanden die nu al 2 jaar in het water drijft. En wat we proberen is een ontwerp te maken wat het hele jaar door een mooie kleur heeft. Want dus, het moet wel onderhouden worden? Ja, absoluut. Ja. We onderhouden de eilanden jaarlijks. En daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat we in het beplantingsplan een ontwerp gemaakt hebben. Waarbij we vroege bloeiers en late bloeiers hebben. En ook soorten hebben die voor een heel mooi winterpalet geven. Bovenop het stadhuis staat een bijenstal. Helpt die inderdaad mee voor het bestuiven van deze bloemetjes? Ja, absoluut. Kijk, er zitten diverse soorten in die het hele jaar door bloeien. En als je gezonde bijen wil hebben, dan is het belangrijk dat ze ook een goede diversiteit hebben aan bloeiende soorten. En een aantal van die waterplanten die mooi in de bloem staan, dat is voor die bijen ook een aantrekkingskracht. Lekker hapje, ja. Juist, precies. Meneer Hardeman, dank u wel. Graag gedaan.